Dat is niemand minder dan Ricky Wirio Centono. En we gaan hem live spreken in de show. Ja, reden waarom. Hij weet ook genoeg. En de juiste persoon om natuurlijk ook te vragen te stellen over hoe ben je natuurlijk, waarom ben je belangrijk zijn voor ons, ja, voor ons als mensen. Ja. Goedenavond, Ricky. Goedenavond iedereen. Ja, goedenavond Ricky. Welkom in de Weekend Flight. Jij bent dus biologiedocent. Nou ja. En we hebben dus een interessante topic, de honeybee flight. En we gaan het hebben over de honingbijen. En ja, de eerste vraag is natuurlijk als u even wat meer kan vertellen over uzelf. En hoeveel u weet over de honingbijen die we allemaal hebben. Oké, ik ben biologie docent. Ik doseer op VO en HAVO school. En ook op de AVO. En verder heb ik een aantal facts over de honingbijen. Dus in Suriname is dat eigenlijk als het ware een van de key sleutelbestuivers zijn bij planten, als ik het goed heb. Mm-hmm. En het zorgt ervoor dat 35% van global agricultural land gesupport wordt, als het ware. Dus wereldwijd. Maar in Suriname hebben de honingbijen eigenlijk ook een belangrijke aandeel daartoe. Dus om de landbouwproductie op gang te brengen. Oké, nou dat is mooi. Dus toch een belangrijke rol aan zeker. Als je zegt de landbouwproductie op gang te brengen, et cetera, dan moeten we de lieve beesten, de bijen, niet onderschatten hun rol in dit alles. Kan ik dat een beetje ontkrachten alsjeblieft? Graag. Biologen zeggen, of zeg maar, natuurlijk zeggen dat de organismen geen beesten zijn, maar we zouden gewoon dieren zeggen, als het ware. Dus vandaar dat ik dat een beetje wil corrigeren nu live. Oké, Als het niet erg vindt. Nee, helemaal niet. Het is altijd goed toch om wat erbij te leren. Weet je, je denkt gewoon, je zegt lieve beestjes, maar de lieve dieren. Ja, het zijn dieren en waarschijnlijk ook een van de beste architecten van de natuur. Ja, ja, helemaal. Dus eigenlijk, all little things matter, zeggen ze altijd. En dan zouden we als mensen, dus althans Surinamers, dan meer waarde hechten aan deze organismen. Omdat ze een heel belangrijke rol spelen in onze sustainability wat voedsel betreft. Want zonder hen zouden we nu geen een gezond ecosysteem hebben en vruchten voor onze weerstand, dus vitamine binnenkrijgen, et cetera. Dus dat is zo'n beetje. Ja, in de biologie zie je ook duidelijk dat het een soort van kettingreactie vormt. Wat het ene dier doet, betekent ook voedsel voor de ander. En ja, zeker ook voor ons. En we merken ook dat wereldwijd heel veel bijen ook aan het uitsterven zijn. Sommige verdwijnen zelf. Het vormt zelfs nog een raadsel voor heel veel wetenschappers. En ik vraag mezelf toch wel af hoe klimaatverandering dit verschijnsel allemaal heeft versneld. Wat is uw visie daarover? Nou, in principe, ik zou echt voorzichtig zijn om een uitspraak te doen, wat dat betreft, over klimaatverandering. Het is een pro en contra. Dus een heleboel wetenschappers weten nog niet of klimaatverandering direct of indirect invloed heeft op de uitsterving van een aantal rassen van honingbijen. Maar wat ik weet is dat er in de landbouwarealen, dus in de grote geïndustrialiseerde landen, bijvoorbeeld als we kijken naar CS, dat ze chemicaliën gebruiken. En die chemicaliën zorgen ervoor dat deze kleine organismen decreaser, dus minder worden. En ik ben bang dat dat ook gebeurt in ons westen district Nikeri. Dus daar gebruiken ze zwaar chemicaliën op de rijstvelden. Dat kan ik wel zeggen, maar om dieper in detail te gaan, ben ik wel voorzichtig. Ja, er zou dus meer onderzoek moeten komen, logischerwijs. Ja.
Oké, okay, nou, dat is dus eigenlijk, moeten we deze dieren dan koesteren, want ze zorgen sowieso voor een goede basic in ons heel systeem. Alles wat we nodig hebben, zij sowieso ja, een van de basiselementen in dat geheel. Maar Ricky, je deelt ook leuke informatie op je Facebookpage, dat mensen, informatie die men nodig heeft, waarbij men soms niet stilstaat. Wat doe je precies op je Facebookpage? Met die dus, informatie. Ja. Dus in principe is het begonnen. Dus tijdens de eerste COVID-golf, als ik het goed heb. Dus dan moesten we allemaal thuis blijven vorig jaar. En dan hebben de leerlingen me gevraagd of ik eigen filmpjes kan maken. Dus dat heb ik dat gedaan. En meteen een Facebook-page gemaakt. Dus om eigenlijk mijn studenten te bereiken. Maar toen dacht ik van oké, nee, ik zal het een beetje uitbreiden om ook, weet je, gewoon het grote publiek te bereiken met wat weetjes over de natuur en hoe we om moeten gaan, hoe we gezonder kunnen leven, hoe we gezonder kunnen eten, etc. Dus dat is zo'n beetje. Ik post af en toe ook weetjes over, over gezond bewegen, gezond eten, ja, dat heb ik al genoemd. En in principe is om mijn studenten makkelijker te bereiken en ook andere studenten van andere scholen, zodat als we op social media zijn, dat het ook educatief blijft. Niet alleen andere dingen, dus zoals muziek en geweld, maar dat er ook educatie voorkomt op social media. Nou, dat is mooi. Goed dat je dat dan doet. De ene handeling zorgt voor een spin-off en dan maak je er goed gebruik van. Ja, en je bent sowieso ook een natuurliefhebber, want op Facebook zien we dus interessante foto's waar je het binnenland hebt bezocht. Vanmiddag stond je op een berg. Ja, Valsberg. Op het plateau voor de Valsberg. Ja, dus ik... We gaan vaak naar het achterland om te kijken hoe het aan toe gaat. Maar als het aan mij ligt, zou ik heel Suriname als beschermgebied willen hebben. Maar jammer genoeg denken groepje mensen daar anders over. Maar ik heb altijd discussies met collega's over hoe wij de natuur beter kunnen beschermen. Maar jammer genoeg ben ik enkeling die eigenlijk liefde is voor 90% bos Suriname. Maar, ik kan je wel gelijk zeggen dat je geen enkeling bent. Er zijn meerdere natuurliefhebbers. Ik ben sowieso één van ze. Want niet alleen maar die 93% bos die we hebben moeten beschermen. Maar ook gewoon 100% van onze leefgemeenschappen en de natuur moeten we beschermen. Dus Ricky, je bent er niet alleen. Thank you dat je erbij bent, Raoul. Oké, Ricky, wat geef je mee op deze dag? Het is vandaag National Honeybee Day. Imkers worden ook gewaardeerd op deze dag. Wat geef je mee aan mensen die bewust zijn bewust, maar mensen die luisteren, die er niet zoveel over weten. Wat voor tip kan je ons meegeven en aan de luisteraars op deze mooie dag? Dus er is een quote hier van José Graciano da Silva. Hij is FAO Director General. Hij zegt, World Bee Day presents an opportunity to recognize the role of beekeeping, bees and other pollinators in increasing food security, improving nutrition and fighting hunger, as well as providing key ecosystem services for agriculture. Maar niet alleen voor agrocultuur, niet alleen voor de landbouw en niet alleen voor het behouden van ons ecosysteem. Wat ik eigenlijk mee kan geven is dat we nog een lange weg hebben, dus als Surinamers. Wij als land hebben we nog een heel lange weg om eigenlijk organismen te koesteren die wij hier hebben in het land. Want niet alleen bijen, honingbijen of andere bijen, worden als ongedierte gezien, maar ook een heleboel andere organismen. Dus we hebben nog een lange weg te gaan.
Maar wat ik eigenlijk mee wil geven is dat mensen zeggen dat ze van dieren houden. Maar ben je wel een echte dierenliefhebber of niet? Zou je dan ook meer informatie willen verschaffen? Dus, maar het heeft eigenlijk te maken met despersoonsdag. Welke informatie gaan ze eigenlijk zoeken? Dus wat interesseert ze? Dus, maar alleen wil ik wel meegeven dat we toch waarde kunnen hechten aan deze organismen. En dat we, hoe noem je het, stil kunnen staan, dus bezinnen. Ja. En dat van, er zijn kleinere organismen die ons toch een heleboel kunnen geven, kunnen bieden. Want we moeten niet onderschatten, want honing bevat ook heel veel, dus pure honing hoor, Raoul. Ja, of bevat ook heel veel, een aantal vitamine die niet zijn in, hoe noem je het, multivitamine die de aard voor ons uitkrijgt. Dus het bevat ook heel veel vitamine. Mm-hmm. Ja, dus je hebt niet genoeg bronnen voor bepaalde vitamine. Klopt, ja. Denk je dat als wij niet bewuster worden en onze bijen niet beschermen, dat honing een super luxe delicatesse wordt? En dat er zelfs sprake kan zijn van schaarste? Er is al sprake van schaarste in het land. Ja. Maar ik weet niet waar het aan ligt. Misschien heeft het te maken met logistiek of misschien heeft het te maken met bewustwording. Maar het imkerwerk of landbouwwerk, imkerwerk is ook een beetje niet zo aantrekkelijk voor jongeren. Mm-hmm. Je weet, we zijn in een globaliserende wereld, dat iedereen digitaal alles willen doen. Maar ik denk dat we toch aantrekkelijk moeten maken, wij als volwassenen, dat de komende generatie toch mee kan genieten wat eigenlijk ook kunnen weten wat honing bij je zijn. En ik hoop dat ze nog bestaan de komende 100 jaar, 20 tot 100 jaar. Dus ik denk. Ja, interessant allemaal wanneer ik je zo hoor praten en dan denk je van, we moeten echt inderdaad bewuster worden. Ricky. Ja, ik denk dat biologie sowieso een van de mooie vakken blijft. Klopt. Biologie heb ik ook gehad, tot op HAVO-niveau zelf. En altijd interessant om te weten hoe de natuur werkt en hoe wij eigenlijk ook onderdeel ervan zijn. En het is meer dan onze verantwoordelijkheid om dat te beschermen en te waarborgen. Reggie. Helemaal. Ubuntu, thank you very much voor het gesprek en voor het delen van de informatie. En ook dat in het gesprek duidelijk heb gemaakt aan de mensen dat we meer moeten waarderen. Zeker de organische wezens, de dieren die ons helpen met veel en we er niet genoeg bij stilstaan. Helemaal, Raoul en Reino. Ja. Ook dankjewel bij deze. Dus ik wil dan ook jullie bedanken en ook feliciteren met deze Honey Bee Day. Dankjewel. Geniet van een kopje thee met honing, neem ik aan. Ga je dat ook doen? Zeker. Boom. Ricky Wirio Sintono, dankjewel voor your part in the weekend flight.